Goedemorgen, mijn naam is Anthony Bisschops en leuk dat u weer kijkt naar Hallo Giels Rijen. Naast mij staat Ronald. Roland. Ja. Directeur van Lijststromen. Vandaag worden er pakketten uitgedeeld waarmee mensen kunnen besparen tot 400 voor alle verhuurders. Ja, wat kunt u me er meer over vertellen? Ja, nou ja, ik vond het een mooi momentum om nu heel duidelijk iets terug te doen naar onze huurders. Kijk, Lijststromen komt vanuit de afgelopen jaren uit een wat lastigere periode. Dat weten we allemaal inmiddels natuurlijk. Daar gaan we het ook zeker niet over hebben. En in de afgelopen 2,5 jaar dat ik hier nu bestuurder ben, hebben we heel hard gewerkt eigenlijk aan een nieuw Lijststromen. Dat is ook te zien in alle vormen, in alle uitingen. En in die 2 jaar is er eigenlijk een heel nieuw Lijststromen neergezet. Wat ook nu heel duidelijk merkbaar, voelbaar is voor onze belangrijkste mensen. Dat zijn natuurlijk uiteindelijk de huurders. Maar ik vond het eigenlijk nu ook wel een momentum. Lijststromen is helemaal op orde. Doet het financieel wel heel erg goed. We kunnen de komende jaren echt goed vooruit, ook qua investeringen. En ik vond nu het momentum ook om echt iets naar de huurders toe te doen. Wat ook direct voelbaar en merkbaar was voor hun. Kijk, je kunt... natuurlijk op de lange termijn allemaal dingen gaan wijzigen, ander huurbeleid, wat uiteindelijk ook merkbaar gaat worden voor de huurders. Maar zo'n bespaarbox, wat gewoon heel fysiek tastbaar is en wat ook direct zijn toegevoegde waarde laat zien, ja, dat is iets wat voor een huurder ook meteen echt merkbaar is. Van, ja, je kunt het komen ophalen en je hebt er meteen iets aan. En dat vond ik gewoon een heel belangrijk signaal om ook naar onze huurders te laten merken van oké, we zijn er weer, we staan weer helemaal goed op de kaart en hier staat gewoon een gezond bedrijf. Kan ik dan eigenlijk vooral nu opvalt, is dat u eigenlijk zegt dat u meer dichter bij de huurders wil komen te staan dan voorheen? Ja, absoluut, absoluut. Dat is ook iets waar eigenlijk de hele nieuwe filosofie van Lijststromen op gestoeld is. Het gaat uiteindelijk om die huurder en opnieuw die verbinding te slaan. En onze huurder willen wij, dat doen we min of meer eigenlijk al, maar dat gaan we steeds verder nu uitwerken naar de toekomst toe, echt weer centraal stellen. En dat zullen ze ook echt gaan zien en dat zullen ze ook echt gaan merken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, hoe dichter bij de huurder, hoe makkelijker het contact natuurlijk ook gaat en de samenwerking. De mensen hoeven niet bang te zijn dat deze kosten die zijn gemaakt voor de spaarbox van de huur af zijn gegaan? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik snap dat heel snel natuurlijk die verbinding gelegd wordt. Van ja, we krijgen iets en vervolgens krijgen we straks weer een fikse huurverhoging. Nee hoor, absoluut. Er is geen enkele relatie op dat gebied te vinden. Ook de toekomstige het huurbeleid, ook dat zullen jullie zien, is echt minimaal. Wat wij proberen door te voeren in huurverhogingen. Omdat betaalbaarheid is iets wat voor ons heel erg belangrijk is. En we weten dat het voor onze huurders heel belangrijk is. Is natuurlijk een belangrijk landelijk thema. Betaalbaarheid staat onder druk. En op deze manier willen wij daar echt wel een steentje aan bijdragen. Klinkt als iets heel erg moois. Ik denk dat we binnen maar even gaan kijken wat er nou allemaal in deze bespaarbox zit. Ik ben benieuwd. Heel goed, heel goed. Fijn. Goedemorgen, je bent hier naartoe gekomen om de bespaarbox op te halen. En net als eigenlijk veel andere huurders van Lijststromen, of eigenlijk alle huurders hebben deze gehad. Allereerst, wat vind je nu van het idee? Nou, ik vind het best wel vrijgevig. Het komt niet vaak voor dat een woningstichting iets geeft. Dus. Ja, inderdaad. En wat we er allemaal in zien zitten, ik zie al wat spaarlamp. Zeker. Je weet maar nooit, als het s'avonds koud is. Eentje voor de brievenbus. Oh ja, die kunnen we erop nemen. Kan besparen, ja, inderdaad. Ja, want en de gas. Oh, een tijdschakelaar. Oh, Sam, het lijkt wel Sinterklaas. Ja, en dit gaat om tot 400 euro kan dit besparen. Geloof je erin? Ja, dat weet ik dan weer net niet, want ik koop nooit lampjes of zo. Dat doet hij allemaal, dus dan moet ik je beter aan hem stellen. Ja, precies. Misschien moet ik het aan jou. Denk je als je dit zo ziet dat het 400 euro per jaar kan besparen? Sowieso aan de ledlampjes zeker wel. Aan de elektriciteit. Ik heb ze al in het huis, dus ja, dan is iets minder dan 400 euro besparen. Maar ja, het zou in principe wel in de buurt moeten komen. Ja.
Nou, ik ben benieuwd. Je zei eigenlijk net van, ja, het komt niet vaak voor dat een woonstichting iets geeft. Ben je al lang huurder van Leistromen? Pas vanaf januari. Pas vanaf januari. Dus nou, je valt eigenlijk met je neus direct in de boter. Ja, inderdaad. Nou, ik wens jullie heel veel succes met jullie box. En ja, maar hopen dat het veel kan besparen hè, dit jaar. Ja, dat hoop ik ook sowieso. Ik ben sowieso blij met de lampjes. Ja, precies. Die kunnen nooit weg zijn. Mag ik u wat vragen? Ja, dat mag. Want, u heeft net deze box ontvangen. Ja. Wat vindt u van het idee? Hele goed idee. Voor het milieu en voor de besparing. Ja. Nou, we kunnen hem natuurlijk even openmaken om te kijken wat er nu precies in zit. Ja. Ik zal u een beetje helpen. Ja, anders kan het ook op de tafel misschien. Ja. Kijk eens. Ik zal hem open doen. Ja. Philips zuinige lampen. En wat dit is, weet ik niet. Dat is een tijdschakelaar. Een tijdschakelaar, ja. Ik ben niet zo technisch, dus ik heb... Dat is geen probleem. En een blusseken. Een blusseken, ja. Want thuis hadden we al een ding, hoe heet het? Een brandblusser. Ja, die hebben we ook. Nou, dat is een hele setje compleet. Plaatsen en dan die alarm... Rookmelder. Rookmelders allemaal. En een nachtlamp zie ik ook zitten. Ja, nee, een hele goede actie. Ja, u vertelde net eigenlijk al van dat u al 40 jaar... huurder, meer dan 40 jaar huurder bent van Leistromen. Ja. Is dit nu de eerste keer dat u iets ontvangt? Ook die dingen dus. Rookmelders. Die hebben wij dus ook gekregen, ja. Ja. Maar u heeft nog geen taart gehad? Nee, ze heeft hier zelfs gewerkt. Heeft u ook nog gewerkt? Tijdelijk, ja. Ja. Nou, ik wens u heel veel plezier van uw bespaarbox. Ja. En nogmaals bedankt. Ja, dankjewel. We zijn heel erg tevreden over Leistromen. Nou, dat is natuurlijk fijn om te horen. En ze komen gelijk eigenlijk om te repareren of zo. Dus dat is ideaal. Ja, nou, mooi compliment aan Leistromen dus. Nou, natuurlijk ben ik zelf ook huurder van Leistromen. En... ja, wat we net al een beetje hebben kunnen zien is dat er gewoon een hele hoop in zit. Ik ben benieuwd of het daadwerkelijk €400 per jaar gaat besparen. Maar het is natuurlijk wel zo, wie niet waagt, wie niet wint. En alle kleine beetjes helpen. Ik wil Leistromen bedanken. En ik denk dat iedere huurder, net als ik, hier gewoon heel erg blij mee is. Dus helemaal top. Jouw lokale communicatieplatform.